All right, so we're now on the train. We already had an adventure today with the misbooking of train tickets. We sorted it out and we're now on our way to Maastricht. Then we're gonna find a place to sleep. And then tomorrow we will start cycling for real. We are starting our journey in Maastricht, located on both sides of the River Maas, adjacent to the border with Belgium. Maastricht is one of the oldest cities of the Netherlands, where people are known to live since the beginning of the era. Known for its hills, or as the Dutch jokingly call them mountains, the city is located at the foot of the St. Peter's Mountain. During the Second World War, the St. Peter's Mountain served as a storage place for national art treasures. The quarrying of limestones has created a vast network of corridors and later served as an evacuation center in case that Maastricht would end up in the front line. The city is also known for the Maastricht Treaty, which laid the foundation for the European Union. What? My spring mechanism in my seat post is squeaking like crazy and I'm getting really annoyed by it. But we need some proper oil to fix it and we don't have it right now, so I just have to stay zen and get used to it. So I'm gonna squeak on. Om jullie hier zo helemaal toevallig tegen en wij zijn lekker aan de wandel in het Zuid-Limburgse Bergen ter Blijt, nabij Bemelen. En we hebben hier uitzicht op de Maasvallei waar de stad Maastricht ligt. Wat ik altijd zeg is als ik iemand gedag zeg, dan is het nou tot ziens en wellicht tot morgen. Eschot bleef. Dat is echt typisch. Wat wij hier in Zuid-Limburg zeggen, als we de mensen gedag zeggen. Oh ja, kijk. Ik voel hem echt missen. Ja. Kijk, het is. Ja, ja, als je daar bent, moet ik toch zeggen, weet je. Yeah. I don't know if you see Maudi here behind me, but she's down there below, checking out the camp spot for us. Let's see if she gets back with some good news. It's quite hilly. And it's there's a lot of stones in the ground. And it's not very flat. But if we go down all the way, there's another fence that we have to cross over. And there is like a sort of flat piece, which is pretty nice and private, so I think we could do that. All right, back on the road again. It was just like a really special first evening for us. Out and about again in more than a year. So yeah, we've been working, saving up for the next trip. Yeah. And now we're gonna find a camp spot. Yeah. So let's do that. Let's do that. Let's do that. Bye bye, see you tomorrow. All right, good morning. Birds are chirping. Sun is up. Oh, it's lovely. And I just woke up as well. It's been a lot of waking up this night because we have to get used to it, sleeping in the tent again. So we're gonna get up and then breakfast time.
having some soy yogurt with apple, banana, muesli, nuts and raisins, a little bit of cinnamon and curcumin. Healthy stuffs. So self-impressed. Moest ik ook weer zeggen, die reizen, de wijze raad. Het is geniet van het leven en het is kortstondig ook. En wees ja, volop met blijdschap met de mensen en je eigen ook bezig. Ik vind dat echt gewoon ja, dat jullie moeten doen dan. Het is zo over het, voor je het weet. Ja. Ik ben 70 en als ik terugkijk, ik heb 6 mooie dochters en 18 kleinkinderen. Dus ja. En die genieten er ook nu allemaal van, dat geef ik hun ook mee. Volop genieten, want het is zo ja, kortstondig. Ik heb mijn corona gezien, dus ja. Ik heb vorig jaar een beetje een rot jaar gehad. Ik ben, mijn moeder heeft van alles meegemaakt vorig jaar, ja, maar ik zelf helaas ook. Ik ben eerst medisch onderuit gegaan en daarna psychisch helaas. Ben ik echt in een forse burn-out beland, waar ik dit jaar eigenlijk aan het opkrabbelen ben. En wat mij heel goed heeft gedaan is goed voor jezelf gaan zorgen. De rust nemen en niet er altijd maar voor anderen willen zijn. Wat ook heel belangrijk denk ik is in het leven. Maar je moet ook echt heel goed voor jezelf gaan zorgen. Want anders loop je vast. En dat blijkt maar. Ja. As we slowly make our way through the hills of Limburg, we learn a lot about the recent history of this area. Early in the morning on September 12, 1944, approximately 3 months after the Normandy landings, the Americans crossed the Belgian border into the Netherlands. It is in this region where the liberation of the Netherlands had finally begun. It would take around 9 months more before the remaining German forces surrendered on May 5, 1945. Hoi, wij zijn Arthur en Antoinette. Wij komen uit Haarlem. We zijn, nou ja, zullen we maar gewoon zeggen hoe oud we zijn? Ja, we zijn midden 50. Ja, 55. En we zijn hier lekker op vakantie een weekje in Zuid-Limburg. Dat is een streek die we op zich wel kennen van een tijdje geleden. 20 jaar terug. Maar bewust hier teruggekomen omdat we ontzettend houden van, nou ja, in de natuur zijn, in een fantastische omgeving en niet dat wij enorme wereldreizigers zijn. Wij zoeken heel erg het geluk ook vaak dicht bij huis. Volgens mij is dat ook een kunst. Als je dicht bij huis de luxe hebt om dat op te zoeken, duinen, bossen, als je dat hebt, nou ja, maak er gebruik van. Zoek de stilte op en geniet van ja, wat het land te bieden heeft. All right, we're cycling out of the little village of Mesh. It's the most southernmost village in the Netherlands. And the border is only about 100 meters away from here. And for us, it's a very special moment because it has been 1 year and 3 months since we left Bangkok on our world tour. And now we're back into a foreign country again. So. Absolutely amazing. I think that's the border right there. This is it. Here we go. As you've seen in this video, we took on a small challenge to ask people we met along the way for some life advice.
was a great way to get to know a stranger on a more personal level. If you think we should integrate this more, let us know. And if you like, share a question that you want to have answered in one of our next videos. This is where we want to wrap up the video. We're sitting on this really nice bench and we're about to cook our dinner. If you like the video, please subscribe, like and hit the bell. That really helps out our channel. So thanks for that. Up here we're gonna put some extra videos for you guys to watch. Yeah, now it's time to chill, right? Yeah. Yeah. Okay, there's some cyclists coming along. Hoi. Hoi. Hey, bye bye. And you also. See you guys in the next one. See you. Bye.